De markt voor luisterboeken groeit explosief. Het aantal downloadverkopen nam begin vorig jaar met meer dan 100% toe ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Tegenwoordig worden ook al hoorcolleges en lezingen op cd aangeboden en verzekeraar Achmea biedt zelfs alles over pensioenen als luisterboek aan. Het is makkelijk voor in de auto en is populair bij een brede doelgroep. Bij blinden en slechtzienden zijn luisterboeken echter al jaren razend populair, eigenlijk al sinds de uitvinding van de bandrecorder. Maar dagelijks de krant voorgelezen krijgen was nog niet mogelijk. Sinds kort echter bestaat het om elke dag voorgelezen actueel nieuws te beluisteren. De Telegraaf en het NRC Handelsblad zijn de eerste kranten in Nederland die ervoor gekozen hebben om hun krant in gesproken vorm aan te bieden aan hun lezers met een visuele of leesbeperking. Daarvoor hebben wij de Webbox ontwikkeld, waardoor het nu mogelijk is dat ook slechtzienden en blinden zonder computer elke dag de volledige krant weer kunnen lezen in gesproken vorm. Voor deze doelgroep wordt de krant voorgelezen met een kwalitatief zeer goede computerstem, waarbij het proces achter de schermen praktisch geheel is geautomatiseerd. De Webbox is tevens een voorziening voor het voorlezen van een tv-ondertiteling. Immers, bij televisie kijken speelt hetzelfde probleem als bij het lezen van de krant. De teksten zijn te klein of gaan te snel. Het dichterbij zetten van de stoel bij de tv helpt op een bepaald moment niet meer. En de ondertitels zijn te belangrijk om het nieuws, een anderstalige film of een serie goed te kunnen volgen. Om de weg te kunnen vinden in de krant hebben we een navigatiemethode ontwikkeld die nauw aansluit bij de manier waarop een ziende persoon de krant leest. De te maken keuzes worden in een gesproken menu gepresenteerd. Ik demonstreer het even. U heeft gekozen voor dagelijkse krant. U kunt kiezen uit De Telegraaf. De Telegraaf van 10 januari 2013. Voorpagina. U heeft voorpagina gekozen. Deze bestaat uit 8 artikelen. Geen beterschap na medische missers. Door René Steenhorst. Roermond, donderdag. Verreweg de meeste Nederlandse ziekenhuizen hebben geen enkele lering getrokken uit harde aanbevelingsdeclaraties Moskowitz-Soepstraat. Advocaten bekvechten om herstel. Door Saskia Belleman. De voorgelezen dagelijkse krant en de gesproken ondertiteling zijn een nieuwe ontwikkeling en zijn zo belangrijk omdat de slechtziende of blinde gebruiker met deze service weer een zekere mate van zelfstandigheid en vrijheid terugkrijgt die hij of zij door zijn handicap was kwijtgeraakt.